De rechten van de mens met een beperking moeten beter belicht en gewaarborgd worden. Dit stelde Bianca Graskamp van Stichting Be Art, Culture en Sport Empowerment vandaag tijdens de lancering van een bewustwordingscampagne ter bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij Hotel Residence Inn. Ze geeft aan dat de doelgroep nog steeds een stiefmoederlijke behandeling krijgt. Maar meer nog, gaat deze bewustwordingscampagne over de rechten, echt de rechten van de doelgroep. Toegankelijkheid voor iedereen met een beperking. Mogen geen gebouwen betreden en winkels en kantoren aandoen. Want het is niet rolstoelvriendelijk. Of we worden gediscrimineerd. Hebben we geen recht op recreatie, sport en onderwijs? Waarom zijn wij de laatste van de rang? Of krijgen wij een stiefmoederlijke behandeling? Graskamp verzocht minister Riyad Noor Mohammed, die namens de regering aanwezig was, de noden van de doelgroep door te geven aan de president. Noor Mohammed geeft aan dat hij bij het uitstippelen van zijn beleid wel rekening heeft gehouden met mensen met een beperking. We hebben inderdaad gedaan wat het advies was van de delegatie. Toegankelijkheid voor mensen met die moeilijk kunnen lopen, want het gaat niet speciaal om een rolstoel, soms heb je ook mensen die heel langzaam lopen, dus dat is gedaan. Verkeersbordjes aangebracht, er is een voorkeursbord speciaal voor mensen met beperking, dus dat, ik beperk me even tot OW. Dus als je komt naar OW, dan heb je een speciale parking heel dicht bij de ingang. We hebben al onze diensten, want dat hoor ik ook in de toespraak, naar beneden verhuisd. Dus je hoeft de trap niet meer op, alles kan je beneden doen, al je zaken, whatever. Van een vergunning tot informatie tot een betalingsverplichting is naar de begaande grond. En als er bezoekers zijn die toch naar boven willen, dan komt de minister maar naar beneden. Want er was toegezegd, laten we een lift maken. Maar je weet, soms moet je overwegen wat de keuze is. Dus voorlopig is dat het beleid. De bewindsman geeft verder aan dat hij nog niet tevreden is met de manier waarop bedrijven en organisaties hun gebouwen inrichten om mensen met een beperking te accommoderen. Hij stelt dat de vergunningsvoorwaarden moeten worden aangepast om dit beter te reguleren.